In gedachten zou hij zeker ook wel een beetje hier aanwezig zijn. En hij vraagt mij jou in elk geval zijn zeer hartelijke en cordiale groeten over te brengen. Raf, wij leerden elkaar kennen, ik denk in 2006. Toen we bij elkaar gebracht werden door iemand van broederlijk delen, met de vraag of we het zouden zien zitten om samen, katholieken en protestanten, een getuigenweek voor een gasten op Burkina Faso te organiseren. En dat deden we. We vormden samen een kleine stuurgroep, organiseerden een geslaagde getuigenweek en eruit is nu, 9 jaar later, een duurzame Noord-Zuidwerking gegroeid, die ervoor gezorgd heeft dat onze beide gemeenschappen verder naar elkaar zijn toegegroeid in een sfeer van solidariteit, verbondenheid en warme vriendschap. Daarnaast hebben we al verscheiden jaren als voorganger tijdens de ecumenische eredienst op het Geusfeest mogen verwelkomen. En er waren de diverse ecumenische diensten, de ene keer in de protestantse kerk, de andere keer in een van de kerken van jouw dekenaat, waarbij we elkaar in een vriendschappelijke, broederlijke en zusterlijke sfeer ontmoeten. Om de vele activiteiten te organiseren, kwamen we dikwijls samen bij jou thuis in de pastorie. En telkens werd de vergadering besloten met een gezellig babbel met een bijhorend biertje of wijntje. Want vergaderen mag ook een beetje leuk zijn, toch? Ook daarin hebben we bij elkaar perfect aangevoeld. Enkel zo kan je voldoende inspiratie, energie en koesting opdoen om het te blijven voorgaan. Onder andere door die goede sfeer van samenwerking zijn ook onze respectieve zangkoren gaan samenwerken, samen zingen en samen optreden. En als er op eetfestijnen of gewone maaltijden samen gegeten mocht worden, en op recepties een goed glas gedronken, kortom, op die gelegenheden die de verstandhouding, de vriendschap, de verbondenheid, de solidariteit, het goede nabuurschap in de praktijk omzetten, dan waren wij er altijd samen even graag bij. Maar er was, zoals daar straks ook al gezegd, ook altijd als er moest gewerkt worden. Om de handen uit de mouwen te steken, want Raf is geen man van alleen maar woorden. Hij is een man die als eerste en als laatste klaarstaat om te sleuren en te slepen, om zijn deel van het vele werk op zich te nemen, om de boel weer op te kussen. En die hem heb je al heel graag, dat ik zeker zou benadrukken, dat hij zolang als hij en Raf elkaar kennen, nu zo'n 4, 5 jaar, altijd in het opperbeste verstand voor ik met Raf heeft samengewerkt, overlegd, de diensten voorbereid en bijgepraat. En voor mij ben je Raf, de man van de zoveel betekenende stalen handdruk. Je moet opletten en even hard proberen terug te knijpen, of je krijgt je vingers een beetje vermorzeld terug. Maar uit dat gebaar spreekt zoveel warmte en zoveel hartelijkheid. En voortaan noemen we zo'n intense harddruk dan ook een Rafke. Namens de protestantse gemeente, de Geuzenfeestkerk en de leden van de Noord-Zuidgroep wil ik jou bedanken voor de vele jaren van heel fijne samenwerking, Raf. Je hebt bruggen gebouwd, onze gemeenschappen elk in hun verscheidenheid dichter bij elkaar gebracht. En we hopen dat we daar in de toekomst nog verder zullen kunnen bouwen. Merci. We wensen jou veel voorspoed in je nieuwe parochie en een gelukkige toekomst. Dichter bij je thuis, dichter bij je familie. En we hopen jou zeker nog te mogen welkom heten op de keuzeboek. Ik heb een kleine herinnering mee die symbool staat voor jouw ongecompliceerde, gedreven samenwerking met onze gemeente en met de collega TNM. Het is een foto die voorstelt hoe zij beiden samen met zeer forse stappen richting de ecumenische eredienst op het Geusfeest stappen.